Hallo beste mensen, dit is Deskam Zwolle, oftewel Casper. Welkom weer bij een spelletje Busjemeter 18. En ik heb al een klein beetje wat gereden. Ik heb al een objectje gehaald. Ik heb zelfs twee objectjes al gehaald. Dan wil ik deze even proberen. Own 10 routes van de Central Bus Station. Kijk, die heb ik, deze heb ik nog geen chauffeurs op lopen. Dus dan gaan we even een chauffeurtje op zitten. Deze kan wel eventjes. Ik zag nou nog wat. CNG, die kan ik niet. Dan kan ik geen CNG doen, denk ik. Maar dat kan wel een CNG. Nee, dat mag niet. Het moet een... Ja, dat mag CNG moet dat zijn. Sorry. Ik kan wel CNG zijn. Dan heb ik ook nog deze. En ik moet nog deze doen. Maar ik zag nog wel weer wat. Want... Ik zag ook... dat ik hier nog twee haltes heb die nog niet worden, waar nog geen bus op komen. Ik denk, dan ga ik nog een routetje maken. Leuk. Dus we beginnen gewoon met een nieuwe route. We beginnen weer bij het Centraal Busstation. En dan maken we er gewoon even een leuke toeristische route van, vind ik. Een keer anders. Zullen we dan eens even een... gaan we beginnen in Roman Road. Dan gaan we naar Ross Street, die is ook nog maar twee. Dan gaan wij naar Dr. Doral Street. 3. Het zou mooi zijn dat we dan. Ja, nee, goed. Dat we dan hier een beetje mooi zo rond kunnen gaan. En terug weer naar het Centraal Station misschien. Even kijken. Dit is een richtingsverkeer. Dus dan gaan we dan weer hierheen. Dan gaan we hierheen. 2. Dan gaan we daarin. Dat mag. Dan gaan we daarin. Dat mag ook. Dan gaan wij via de ring weer terug. Zoiets. Dit vind ik wel een mooie route. Dit is een 5, dit is een 5. Dit is een 2 nog maar, dus het moet nog even een 5 worden. Wat gek daar trouwens. Ik denk dat het vanaf het Centraal Station. Het is vanaf het Centraal Station. Nee, ik denk al. Waarom die? Nee, ik zit een beetje tegen mezelf aan te praten. Daar moet je niks van aantrekken. Dat gebeurt toch vaak wel eens vaker. Ik was ouderdom. Ik denk dat we dit zomaar even gaan doen. Een stokje van 11 stuks. Niet. Profitable route. Oh, de vraag of. Ja, hier is. All stops in your network have to be in level 5. Zo. Deze is zeg maar goed. Deze is 2. Dit is ook een 2, meen ik. Dit is ook een 2. Dit is ook een 2. Ik denk dat ik deze route dan nog een keer moet rijden straks. Want dan wordt die van 2 worden ze waarschijnlijk 4. En dan van 4 worden ze waarschijnlijk 5 of 6 of hoger. Maar hier loopt maar één route langs. Dus deze ook niet echt zie ik met... Safe. Ja, is too small voor bending busjes, dat snap ik. Dan zetten we hier alvast een chauffeurtje op. Een CNG'tje over. Oh, klopt. Dan gaan we deze zelf even rijden. Een CNG'tje. Die vehicle. Staat trip. Goed. Dan gaan we deze even rijden. Welk platform moet ik in? Platform nummer 4 moet ik zijn. Praat ik nu een beetje het weekend door, wat we in het weekend weer gaan doen. Ik heb trouwens al bij een aantal filmpjes dat ik niet echt verstaanbaar ben trouwens. Ik zit nog steeds met mijn configuraties een beetje van X-punt te klooien. Het is nu zo erg dat ik nu heb besloten om maar een nieuwe microfoon weer te kopen. Goedemorgen. Een veel betere. Een wat duurdere. Ja, want duurkoop is gewoon goedkoop zeg allemaal. Thank you. Ik ben even met de mensen aan het praten. Shut up. Dus die komt morgen. Dus vanaf morgenavond zullen dus die filmpjes misschien wel wat beter in geluid zijn. Ik heb mijn microfoon iets dichter op me geplakt. Waarom krijg ik een
vraagteken bij die Roman Road. I'm still not sure if I wouldn't be faster by bike. Oké, okay. Is het er niet te zeuren dat hij weer sneller is op een fiets? Ze zeggen, probeer het een keer uit. Hè? Goed, wat gaan we deze week doen? Nou, het is nu woensdagavond, 23 maart 2020. Nou, we mogen de deur nog steeds niet uit vanwege het corona, dus we moeten wel zoveel mogelijk binnen blijven. Dus ja, blijf zoveel mogelijk binnen. Denk aan je naasten. Ook al is het zo mooi weer. We hebben wat hoop gekregen vandaag, dus laten we met z'n allen dit nog even nog een maandje of twee volhouden. Morgenavond, of morgen overdag, ja, ik zag nu dat mijn city scanners ook niet echt hot zijn, dus ik weet niet of ik daar nog mee doorga. Misschien dat ik ze ga verkleinen. Ik heb nu een filmpje gemaakt van 3 kwartier. Erg lang trouwens, 3 kwartier naar een vast scherm te krijgen. Dan kun je meer wat bewegingen, denk ik. Dat is misschien mooier. Dus misschien nog 1 city scanners morgen. Maar een keertje proberen en dan mag ik iets korter gaan maken. What is that sound? Does anyone else hear that? Ik kom een bekende tegen. En ja, ik denk wel busjes weer doen. Misschien om morgen even kunnen gaan vliegen. Ik heb voor vrijdagavond een trainsmetter voor jullie opstaan. Die gaan we rijden met een HST Beast. We gaan een Engelse route rijden vrijdag. Met een HST. Wat wel een HST 125. Met de Powerhouse Soundpacks erop, uiteraard. Is al klaar. We gaan gelijk starten vrijdagavond. Komt u verder trouwens? Even met mensen aan het praten. Ik denk dat deze bushalte denk ik te druk wordt bezocht met bussen, denk ik. Maar daar komen we straks een keer op terug. Dan moet ik helemaal weer die straat over. Gewoon zo. Next stop, Rose Street. Ja, ik denk dan over het algemeen in de picture vliegen. Treinen en bussen, denk ik. Een beetje die sfeer. Ik zie daar toch wel in mijn YouTube-kanaal dat toch wel de 3 hardste lopen. Dus dat ze daar gewoon mee doorgaan. Ja, goed, dat is natuurlijk wel een probleem als ik bijvoorbeeld straks al mijn routes klaar heb en al mijn opdrachten klaar heb. Dan is bussen net afgelopen. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen, maar dan worden de filmpjes alleen maar hetzelfde. Dan krijg je over een week of 5-6 dat ik hier weer op de derde rij. Daar vrolijk gehoord. Ik heb nog eventueel een Grand Theft Auto. Maar dat is er ook wel zoveel van. We zijn opgestapt met Air Factor. Nog goed nagekeken trouwens. Binnenkort gaan we dus de eerste Formule 1 race rijden. Dus het aankomende Formule 1 weekend wordt ook de race gereden bij mij op mijn kanaal. Met dus nog liever eens de meerdere race. Meld je aan, ja, laat een comment achter beneden. I need a ticket. Als jullie graag mee willen racen, zijn jullie van harte welkom. Ik zal binnenkort even zeggen hoe mijn kanaal op R-Factor gaat heten. En thanks. Yo, graag gedaan jongen. Ga lekker zitten, kar staat aan, deur gaan dicht. En ja, dat was het denk ik een beetje. Ja, nog steeds omzien wordt nog wel, heb ik nog steeds interesse voor, maar ik vind, ja, ik heb ook een poosje nieuwe fanbus trouwens, maar ik kun je binnenkort eens een rondje fanbus. Misschien dat we dan daar wel mee kunnen gaan, als bijvoorbeeld de bussen het helemaal klaar hebben, dus dan gewoon lekker verder gaan met fanbus. Ook misschien wel een leuk idee. Hallo, goedendag. Ik wil een dagkaartje.
senior. Dat is ook wel aan je te zien. En dan verder. Thank you. Ja. I think I'll need several tickets. Of ze denkt dat ze een kijkje nodig heeft. Kijken of deze route klaar kan krijgen. Deze objecten. I finally got my husband to see Winter of Passion. Now he's an even bigger fan than me. Je hoort de kappen straks dan al. Waar zit die bus op dan? Hier zo pas. Ja, dat rijdt nu wel zo langer trouwens, daar zo. Bus. Wat is dat voor lijn dan? Moet je even in de raad houden. Ik wil even weten wat voor lijn dat is. Lijn 62. Dan heb ik in de raad over straks. Het kan ook de lijn zijn naar die buiten de stad, hè? Die naar Steinek! Een ticket, please. Nee, dat mag niet. Single, hebben we 2,80 euro. Dank u wel. Ik kan wel eens die lijn zijn naar Steinek, hoor. Steinek. Ik moet hier zo meteen afgaan naar... Next stop, Peltier Street. Hier moet je naar links. Nee, ik denk dat dit dezelfde lijn is als wat ik nu rijd. Nou, veel succes met die lange bus van hem. Hier rijdt nog een collega. Kijk, hij komt nu ook. Kijk of het nou lijn 2 is. Ik ga even kijken of het lijn 2 is. Als ik terug ben en ik pak een autootje. Even checken hoor. Want ben ik ook lijn 62? Nee, ik ben lijn 63. Ja. Niet weg, hè? Even kijken. Hallo. Kom maar om. Moet hij nog stoppen? Dus ik zet maar even hier de bus weer even met de hand in neer, want ik denk niet dat die... Wow, perfect parking. Zo. Ja, ik moet even kijken wat voor lijn dat was. Ah nee. I need a ticket. Ja, even wachten. Hallo. Goh, dan weer verlaat een tevreden klant het bus. Kom maar. Wat doe jij dan weer terug? Oh, een kaartje. D, en dan een rikkelo, en dan een rikkelo, en dan een rikkelo, en dan een rikkelo. Jo. Als het een beetje tegen zit in deze route nog een keer rijden. Maar die rijd ik dan wel eventjes even snel even. Even. Zo raar om dan twee keer dezelfde route te rijden. En daar ook nog twee keer een video van te maken. Hoe ga jij heen? Oeh. Hier is dus die twee haltes waar dus nog maar. Waar nog, dus nog geen busjes op stopten. Wel verandering inkomen. I just got a text. What is Beethoven's favorite? Ik weet wel, ik ben niet was geweest. Dit is bij de cathedral. Maar ja, alles stopt bij de cathedral, dat klopt. Dat heb ik nog expres gedaan.
aan op alle lijnen die in de stad rijden. Ik denk wel dat mijn waarde van deze lijn niet zo hoog wordt, denk ik. Normaal ging ik hier dus door, nu gaan we hier af. En dan komt er een vrachtwagen aan. Oh, mag ik gewoon niet? Ik mag hier niet eens. Ik ga ook niet dan. Sorry, doei. Je bumps away. What was it again? Zoek in de boom. Ruvieri. Ja, zoals Grunder. Als stand heb ik natuurlijk nu al een weekend vanwege corona. Ik werk maar 2 dagen in de week. Het is nu dinsdag en woensdag. De rest van de week ben ik vrij. Waar staan we nou op te wachten? Ik zit nog een beetje in twijfel, zal ik mijn video zo laten of zal ik nog een begintune erop zetten voordat de filmpje starten of doen we gewoon lekker puur. Ik vind puur wel leuk trouwens hoor, om gewoon nu lekker te kletsen en dan paats de boel uitzetten en dan heb ik even lekker puur toeknallen. Ik denk dat het met qua waarde gewoon leuk is denk ik. Zo, dan ga je eventjes voor mij langs en jij ook trouwens. Zo, oh, ik heb mijn richting eigenlijk ook niet aanstaan. Heb ik dan maar een deur op? Oh, heb ik nog een deur op staan? Is dat aan de kant van de cathedral? Cathedral? Next stop, dat trouwens? Cathedral. Oh, hoppakee. Maar. Zo. May I have a ticket, please? Thank you. Yo. One ticket. Goed. Iedereen zit. Iedereen klaar. Rijden maar. Kijk, nou, next stop, Cathedral. City Center. Nee. Ik zie hier staan St. Paulus in. Wat gaat er fout? Dat wou ik gewoon, vriend. Next stop, Cathedral. Hey, ik heb al eerder dit probleem gehad, volgens mij. €18,20 terug. Thanks. Goeiedag, man. Wil je gewoon van over je chipkaart? Deze is bijna rood. Oh, die komt de voetganger en dan moet ik stoppen. Oh, there's a ladybug on my knee. Sheesh. Een goede leer voor de. Ja, nee, dit ga je niet menen. Een goede leer voor de volgende keer. Rij nooit door rood. Veel geld kosten. En ik ging zo goed.
rondje voor niks. Lullen is, maar ik zit echt in de cathedral. I need a ticket. Meisje is een beetje de klus kwijt. I haven't seen Stefan in a while. Is he still there? Ja. Oh, dit. What ticket? D. Seniorje, en dan een puntetje, en dan 40 euro. Thank you. May I have a ticket, please? Nou, omdat ik ze niet vraag, weet ik. Ga regelen. Yo. Kom gewoon alweer aan bij onze laatste stop. Next stop, Victory Road. Last stop. Maar dit is weer een rondje van niks. Het gaat me weer veel geld kosten. Dat wil ik gewoon hard schudden nu. Dit heeft dan toch geen zin meer. Twee auto in de weg. Move! Dit wordt duidelijk, denk ik. Nou, gaat maar aan. Laten we nog weer een kopje peken liggen, denk ik. Kom maar even kijken. Ja, nee. Oh. Oké. Oh, cool. Ja, ja, jammer van de aanrijding. Nou, kijk. Even kijken. Ja, 800.000. Oké. 200.000 eraf. Ja, ik heb een opdracht klaar. Nee, ik heb geen opdracht klaar. Nou, misschien heb ik nog eentje moeten rijden. Ja, ik heb deze ook nog. All stops in your network needs to be level 5. Dat was ook een probleem, want ik heb bijvoorbeeld deze. Deze is een 5. Dit is een, kijk, dit is een 3. Dus ik moet ze nog een keer rijden. Dit is een 3. Dit is een 3. Ik moet ze allemaal nog een keer rijden. Kijk, dat vind ik dan wel jammer, hè. Sta ik alleen maar in de hart van het centrum, volgens mij. Dacht ik zo op mijn hoofd. Want ik moet dus nu nog hebben on 10 routes voor bus station with use drivers to generating complex. Dat dan niet bij vanaf welke plek. Dan moest ik dus wel gaan rijden. Crap. 2, dit is een 2. Dit is een 6. Dit is een 3. Een keer komen. Dit is een 4. Dit is een 4. Dit is een 7, dat is goed. Dit is een 5, dit is veel te druk. Dit is een 11, 13, dat kan ik wel goed in gaan. 7, hier nog weer 2, en 18, en 18. Nou, dan kunnen we zo nog een keertje kijken. Dan doen we nog een keer een routetje waar ik dus nog niet langs ben geweest. Dan gaan we daar gewoon daar stoppen. Maar dat kunnen we zo meteen even doen. Nou, dit is wel eventjes voor nu. Ik zou zeggen, toedels! Tot de volgende! En, dag!